te dragen. Vader in de hemel, we danken u wel, Heer Vader, voor de samenzijn. Ik dank u wel dat u hier bent, Heer Vader, en willen zeggen, wees welkom deze morgen. Elke geest van God, wees welkom. En wij de rijen langs deze morgen. Heer, we danken u wel, Heer Vader, dat u hier bent, Heer. Heer, we danken u wel dat u Heer bent, Heer Vader, over woord en daad, Heer Vader. Heer, dank u wel, Vader, voor wie u bent. Heer, we willen ons hart openen voor degene wat u deze morgen wil spreken. Datgene wat u wil gaan doen, Heer. We willen komen met een hart van verwachting. Heer, dank u wel, Heer. Dat u deze morgen hier bent, Heer Vader. Dank u wel dat we weer de vrijheid hebben om samen te komen in de wonderbare naam van Jezus. Zo dragen we de samen zijn op in Jezus' naam. Amen. Amen. Eén kleine mededeling. Morgenavond hebben we bidstond. En we willen u echt van harte uitnodigen om deel te nemen. We zullen beginnen hier om 8:00 om gezamenlijk God te zoeken. Yes. Zeg even tegen uw buurman of buurvrouw, goedemorgen. Jezus leeft. Yes. Laten we zingen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, ik hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. Laten we juichen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, ik hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Want de Heer is goed. Zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, ik hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.
good at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The filter before you, you silenced the voice of sin and prayer. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
Heer, u bent een geweldige God. Heer, u bent de overwinnaar. Heer, we willen u verhogen deze morgen. We willen de naam van Jezus verhogen. Heer, wees welkom. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van u. Alles buigt voor koning. U bent de held die voor ons strijdt. U baart de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naar boven alle namen hoogste. Voor eeuwig is u heerschappij en uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft, Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diep ontzag, de hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er rug is. Zijn naam is Jezus, naam boven alle namen hoogste is. Jezus, voor u is voorbij en uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig. Voor eeuwig is u is voorbij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Geen andere naam. Naam boven alle namen. Koning Jezus. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Voor eeuwig. Voor eeuwig is u heerschappij. En uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ja, u bent Jezus overwinnaar.
hij is Jezus overwinnaar. Halleluja. U heeft de overwinning behaald. Triomfeerde over zond en dood. En wij uw kerk. En wij uw kerk verkondigen. Uw naam op aard, elke macht die toont in de hel, beet bij het horen van uw elke naam. O, de glorie van uw naam, de grootheid van uw naam, niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, U bent Heer, U bent God. U heeft de overwinning behaald. U heeft de overwinning behaald. Triomfeerde over zond en dood. En bij uw kerk. En bij uw kerk. Verkondigen uw naam op aard. Elke macht die toont in de hel, leef het horen van uw elke naam. O, de glorie van uw naam, de grootheid van uw naam, niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, U bent Heer, U bent God. U bent Jezus, U bent Heer, U bent God. Halleluja. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Buig nu voor hem en aanbid hem. Zing Hosanna voor de Heer, vol van heerlijkheid. Is zijn majesteit. Breng nu ere aan de Heere. Hij de koning komt. Heb je hoop omhoog. Want de koning. Voor hem en aanbid hem. Zing Hosanna voor de Heer, vol van heerlijkheid is zijn majesteit. Breng nu eer aan de Heere. Hij de koning. Halleluja. Gabriel Sekes.
Heer Vader, ik dank u wel dat u hier bent. Heer, wat houden we ervan om te zijn in uw aanwezigheid? Heer, wat is het geweldig om te mogen vertoeven in uw aanwezigheid? Ik dank u wel dat u ook een sprekende God bent. Ik dank u wel dat u deze morgen wilt spreken door uw dienstknecht Levi. Ik dank u wel voor het woord dat u op zijn hart hebt gelegd. Heer, en we willen het zegenen in de naam van Jezus. Heer, ik bid voor open harten deze morgen, Heer Vader. Heer, dat we mogen ontvangen datgene wat u voor ons heeft. Datgene wat u tot ons wil spreken deze morgen. Heer. Halleluja, Jezus. Levi, wees gezegend. Wees bekrachtigd in de naam van Jezus. Amen.
Dank u, vader. Dank u wel, vader, voor uw dienstknecht Levi Rusamasu. Dank u wel, Heer, dat er niet alleen ruimte is, dat er plaats is, dat hij de gelegenheid krijgt. Maar het draait om niemand anders dan Jezus in alles wat we doen, zeggen, spreken of zingen, aanbidding. Dank u wel, Heer, dat u ook tot uw recht komt, tot uw doel komt in ieders leven. Dank u wel, Heer, ik wil uw dienstknecht zegenen. Leef, ik zegen jou met de autoriteit die God aan jou heeft toebedeeld, zijn woord. En door zijn woord, dat je woorden mag spreken van kracht, van overwinning. Ik zegen datgene wat God jou heeft toebedeeld, om te spreken tot het nieuwe van ons, tot de gemeente. In Jezus' naam. Amen. Sorry. Ah, daar ben ik. Eentje van 7 en 8. Dus een meisje, een jongen van 8. Een meisje van 7. En dan hebben we nog een kleine nakomer, Nija. Die is nu net 1 geworden. 4 kinderen. Dus aan de eerste opdracht hebben we voldaan. Vermenigvuldig jezelf. Dus dat is goed gelukt. Ja. Waar wil ik het over gaan hebben vandaag? Er werd gisteren gevraagd van, heb je een titel? Nou, ik heb doorgestuurd lijden, als in leiderschap, niet in pijnlijden, maar lijden en wanneer de geest beweegt. Het had ook zo kunnen zijn, wanneer de Heilige Geest buiten de lijntjes kleurt. Wat doen we dan? En ik wil het daar met jullie over hebben. Ik wil met jullie door het verhaal gaan en je mag de Bijbel alvast openslaan naar Handelingen 10. Dan gaan we een verhaal lezen wat denk ik een van de belangrijkste verhalen voor de kerk is. Of wat een van de belangrijkste momenten in de kerkgeschiedenis is. En dat lezen we in Handelingen 10. En voordat ik begin maak ik een klein aanloopje daaraan. We ontmoeten daar Petrus die een ontmoeting heeft met God. En vanuit die ontmoeting gebeurt iets bijzonders. Het was zo bijzonder dat er 48 of 47 of 48 versen aan besteed werden in hoofdstuk 10. En dat in hoofdstuk 11 een half hoofdstuk opnieuw hier over dit moment gesproken werd. En later in hoofdstuk 15 werd er nogmaals een aantal versen aan besteed aan hetgene wat hier gebeurt in hoofdstuk 10. Dus ik geloof als de Bijbel iets 3 keer laat terugkomen dat het waarschijnlijk belangrijk is. Maar ik wil zo kijken naar Petrus. Een aanloopje maak je naar dit verhaal. En mijn vader is 25 jaar lang voorganger geweest. En aan het eind van het jaar stopt hij ermee. En we hebben met een gedeelte van het leiderschapteam wat al jaren loopt, is afgelopen jaar gestopt. En we gaan eigenlijk, ik samen met mijn vrouw en nog 2 anderen, nemen we eigenlijk in een breed leiderschap, nemen we dat over. En dan ga je nadenken over visie, over plannen, over hoe en wat. En dan ga je afkijken bij anderen hè, en ga je bidden. En soms is dat best wel spannend en moeilijk, of niet Romano? Ja toch? Is spannend. En ik dacht, weet je wat, ik ga het boek Handelingen lezen. Laat ik eens kijken naar Petrus. Petrus is degene, de eerste woorden die Jezus tegen hem zei was, kom achter mij aan. En de laatste woorden die Jezus tegen hem zei was, volg mij. En daartussenin, want deze jonge man heette eigenlijk Simon, was Jezus die tegen hem zei, hey, je heet Simon, maar ik zal je voortaan
Kefas noemen, of Petrus, wat betekent de rots. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Wauw. Een roeping op het leven van deze jonge man Petrus. Ze zeggen dat de discipelen waarschijnlijk tussen de 16 en misschien 24 jaar oud, en dat Petrus een van de oudste was. Dus deze man was jong, volgde deze Jezus. 3,5 jaar lang wandelde hij met hem, zag hem wonderen en tekenen doen, zag hem bewegen in Israël onder de Joden. Dat was ook hetgene wat Jezus zei. Jezus zei, ik ben geroepen voor de verloren schapen van Israël. Dat was zijn bediening. En Petrus wandelde met hem mee. En we lezen dan op een gegeven moment in, we kennen het verhaal. Hij verraadt Jezus. We weten dat Petrus had ups en downs. Maar één ding bleef staan, hij bleef Jezus volgen. Ondanks dat hij faalde, ondanks dat hij soms een grote mond had. Ondanks dat hij er soms helemaal naast zat. Bleef hij Jezus volgen. Had hij een hart die zei, maar deze man wil ik blijven volgen. Koste wat het kost. En we lezen, we weten dat Jezus aan het kruis gaat. Hij staat op en op een gegeven moment ontmoet hij de discipelen. En lezen we in het begin van Handelingen. Lezen we over dat ze bij elkaar kwamen. En weet je, die discipelen die hadden het helemaal nog steeds niet door. Alles wat Jezus verteld had, alles wat hij gedeeld had. Ze begrepen er eigenlijk nog niet zoveel van. Maar ze stonden op het punt om die fakkel over te nemen. Ze stonden op het punt om, Jezus zou heen gaan en dan was het afhankelijk van deze 11. En we lezen dat in Handelingen 1 en we lezen dan in 6 dat ze samengekomen waren en ze vroegen hem, Heere, u zult in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. Jezus heeft hier talloze keren over gesproken. Voor het kruis zeiden ze al, Heer Jezus, mag ik aan je linkerhand, aan je rechterhand zitten, wanneer we in het koninkrijk komen. En nu is Jezus gestorven en opgestaan en nog steeds begrijpen ze niet dat het koninkrijk niet van deze wereld is. Wat Jezus constant liet zien. En nog steeds vragen ze hem, maar gaat u het dan nu vestigen? En het is alsof hij eroverheen praat. En hij zegt, het komt niet toe de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En dan vers 8 zegt hij, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria tot het uiterste der aarde. Daar komt een gedeelte van de missie. De Heer Jezus zei zelf, ik ben geroepen voor de verloren schapen van Israël. En de Heer Jezus heeft ook gezegd, grotere dingen dan ik doe, zullen jullie doen. En een van deze dingen is, ik was tot Israël, maar jullie gaan tot het uiterste der aarde. Als je een gemeente leidt, hoeveel willen niet een blueprint hebben? Van nou ja, stap 1, stap 2, stap 3. We gaan naar leiderschapsmeetings, hoe doen anderen het? Gaan we het kopiëren, een beetje overnemen, een beetje onze eigen saus eraan geven. Het is allemaal goed, hè? Het is allemaal goed. Maar Petrus wist niet wat hem te wachten stond. En we lezen het soms zo makkelijk, oh die gemeente groeide, er voegden zich 3000 toe, maar hij stond daar en ze wisten niet eens of het koninkrijk nu wel of niet gevestigd zou worden. Hoe ziet dat eruit? En de Heer Jezus, hij wacht in de bovenkamer. En ze wachten en we kennen Pinksteren, de Heilige Geest werd uitgestort en de eerste prediking, Petrus begon te staan. En 3000 werden aan de gemeente toegevoegd. En daar begon het. Je zal mijn getuige zijn in Jeruzalem. In Jeruzalem kwamen mensen tot bekering. Logisch, hè? Wij zijn hetzelfde, hè? Petrus, een Jood, ze hadden de Tora al, ze hadden het Oude Testament al, ze kenden de schriften. Dus logisch dat er mensen misschien tot bekering konden komen, want ze kenden deze God. Alleen door Jezus heen was daar een frisse openbaring over wie God werkelijk was. En nu verspreidt het en ze worden vervolgd en we lezen dan op een gegeven moment dat door de vervolging heen dat ze moeten uitwijken. Hè? Stefanus wordt gestenigd. En we lezen op een gegeven moment dat daar een Filippus is. In hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van hoofdstuk 8 of 9 van Handelingen lezen we dat het woord in Samaria komt. Het woord is in Jeruzalem, in Judea en het volgende is het woord komt nu in Samaria. Is ook nog een beetje voor de hand liggend, want zij hadden ook die connectie met het Jodendom. En dan op een gegeven moment net voor hoofdstuk 10 ook nog Paulus tot bekering. En Paulus krijgt het woord van, hey, jij zal een man zijn die het evangelie naar de heidenen zal brengen. En dan komen we in hoofdstuk 10. Ik geloof, een van de belangrijkste hoofdstukken van Handelingen. Niets afdoen aan alle andere dingen.
En hierin, in dit hoofdstuk, lezen we dat Petrus de visie van de kerk verandert. In vers 1 lezen we, ik heb volgens mij alleen de belangrijke teksten doorgegeven, niet het hele gedeelte. In handeling 1 lezen we, en er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was, vers 1, een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis Gods vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk ongeveer op het 9e uur van de dag dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als een gedachtenis opgestegen naar God. We lezen hier over een niet-Jood die een hart heeft van die God van het land wat hij bezet. Er staat dat hij een vroom man was, dat hij God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. En in deze tijd kennen we wel die uitspraak, God verlangt niet naar religie, maar naar relatie. Ja toch? Dit was gewoon religie. Dus religie op zich, als daar een goed hart achter zit, is niet erg. God vindt wel een weg om je te ontmoeten. Want hij had geen relatie met Jezus, want hij kende Jezus helemaal niet. En we lezen dat God zegt, uw gebeden en liefdegaven zijn als een gedachtenis opgestegen naar God. En dan lezen we op een gegeven moment, in vers 9, dus deze man krijgt een droom en in die droom, krijgt bezoek. En dan wordt hem verteld, stuur een aantal van je mensen naar Petrus. Hij is in Joppe, hier en je kan hem daar vinden en zeg dat hij naar mij toe moet komen. Of dat hij naar jou toe moet komen. En we lezen dan in vers 9 een stukje verder. En de volgende dag, terwijl ze op reis waren, dit waren dus de mannen van Cornelius die op reis waren naar Petrus, klom Petrus op het dak om te bidden ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en hij wilde iets nuttig in vers 10. En terwijl zij het eten bereiden, raakte hij in geestesvervoering. En dan lezen we vers 11. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op aarde. Waar zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde, de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot Petrus die zei, sta op Petrus, slacht en eet. En we lezen dat Petrus zegt, hey, beslis niet, heren. Dat doe ik niet, want een Jood doet dat niet. Het is verboden om dit te doen. En we lezen dan verderop in vers 17, tot drie keer toe wordt er gevraagd, hey, sta op en eet. En hij zegt tot drie keer toe, nee, dat doe ik niet. En dan lezen we in vers 17, toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die Cornelius gestuurd hadden bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. Dus we zien hier dat de mannen zijn onderweg naar Petrus. En Petrus zit in Joppe, een eindje verderop, gaat hij het dak op en hij krijgt een visioen. En hij krijgt een visioen over dingen die hij niet mag eten, omdat het onrein is. En we lezen dat hij eigenlijk niet zo goed weet wat hij gezien had. Er staat daar letterlijk, en hij twijfelde of hij over het visioen wat hij gezien had. Maar ik dacht, oké. En we lezen dan dat verderop dat die mannen aan de deur komen en ze vertellen hem het verhaal. Hey, luister, er is een man over 100, een Italiaanse man. En hij verlangt ernaar, God heeft tot hem gesproken, en hij verlangt ernaar dat je naar hem toe komt. En Petrus wist, oké, daar moet ik heen. En daarom zegt hij ook in vers 19, daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik u, om welke reden heeft u mij ontboden? Dus we lezen op een gegeven moment, vers 28 mag nu eigenlijk op het scherm. Dus we lezen op een gegeven moment dat Petrus ontvangt die mannen. Hij krijgt die visioen, hij begrijpt niet wat er mee aan moet, maar hij gaat mee, want oké, God is duidelijk aan het werk. Wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Hij weet het niet. In vers 28, wanneer hij aankomt bij het huis van Cornelius, zegt hij, en hij zegt tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet is toegestaan om met iemand van een ander volk om te gaan, om bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Wauw.
Toen hij het visioen zag, wist hij niet wat het betekende. Hij twijfelde. Mannen kwamen aan de deur, onderweg lopende. En terwijl hij liep, in geloof, niet wetende wat er nou stond te gebeuren, bleef hij God vragen, oké, Heer, wat is nou de bedoeling? Ik ga nu met deze mannen mee. En hij zag een visioen wat ging over eten, maar de openbaring die hij kreeg, was dit. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Zou je dat eruit halen? Uit het visioen? Nu we van nu terugkijken, denk ik, oké, ja, daar is wel wat voor te zeggen. Maar voor een Petrus die eigenlijk totaal niet wist waar die soms mee bezig was, maar gewoon vertrouwde, God, Heilige Geest, als u gaat, dan ga ik. Als u stuurt, dan ga ik mee. Als u roept, dan kom ik. En dan zegt hij, daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik, om welke reden hebt u mij ontboden? En hij vertelt het verhaal en hij zegt, en ze communiceren met elkaar van oké. Okay. En dan op een gegeven moment lezen we in vers 24, in vers 34 dat Petrus zijn mond opent en hij begint te prediken. En hij begint te vertellen en te getuigen over Jezus. En eigenlijk dit allemaal vertel ik om uiteindelijk in vers 44 te komen, waar staat, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Terwijl Jezus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Petrus getuigt. Petrus weet niet wat er aan de hand is. Hij gaat onderweg omdat de Geest hem aanstuurt. Hij wordt geroepen. Hij ziet op een gegeven moment, hé, de heidenen komen binnen. En hij getuigt. En terwijl hij aan het getuigen is, lezen we dat de Geest kon niet wachten om te vallen. Als het goed is, gaat er een preek, ben je aan het spreken, hoop je dat het landt en dan na de preek, dan doe je misschien wel een uitnodiging of wat dan ook en dan zeg je, Heer, oké, Geest, beweeg. Ja toch? Kom naar voren, hè, gaan we bidden. Maar hoe leid je als de Geest zijn wil kan doen? Want Peter is aan het preken en weet je, deze Jezus ging goeddoende, ging rond door heel het land en genezende alle. En terwijl hij aan het preken was, bam, de Geest viel. Wauw. Ik ben in een tijd van transitie met onze gemeente waarin we zitten, maar dit is mijn verlangen, Heer. En ja, ik had volgens mij, Lydia, ik heb jou volgens mij gezien. Wij hebben een training gedaan. Of een leiderschaptraining met ons leidersteam. En volgens mij hadden jullie daar ook aan meegedaan. Of dat was een summit iets. En er waren allerlei verschillende sprekers, kon je online volgen. Is echt goed. Want ik heb daar zoveel goede ideeën van. Maar mijn verlangen is heel simpel dit. Heer, beweeg wanneer ik het niet verwacht. Terwijl ik spreek het liefst in de zangdienstzaal. Doe uw wil. Doe wat u verlangt. Maar dat is moeilijk, want we hebben visie, we hebben plannen, we hebben een dienst die moet zo en zus en zo lopen. En dan pas aan het einde van de preek mag u bewegen. Maar wat als we de Geest zo de ruimte geven, dat terwijl Petrus spreekt, hij dacht, Petrus, je bent te lang, zo ben ik ook, ik praat net zoveel als ik niet opkijk, niks opschrijf, dan ben ik over een uur nog aan het praten. Maar dat de Geest komt en zegt, oké, Peter is genoeg, hoor, bam, en hij viel. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat het is niet alleen bijzonder dat hij viel, maar het bijzondere was ook, dit was iets wat tegen zijn leer inging. Want God was de God van Israël. En ik weet dat God, ja, de Heer Jezus zei wel dat soort dingen, maar hoe ziet dat dan eruit? Moeten ze ook besneden worden? Moeten ze, weet ik veel wat? En het is ook niet raar, wanneer je in hoofdstuk 11 leest, dan lees je dat zij van de besnedenen werden boos en er kwam strijd. Van, hé, hoe kan dat nou? En het mooie is dat je dan leest in hoofdstuk 11, kijk of ik dat snel kan vinden, hoofdstuk 11, vers 17, dan lees je dat Petrus daar komt, en dat hij eigenlijk het hele verhaal wat net gebeurd is opnieuw uitlegt. Hij zegt, ik weet dat jullie het er niet mee eens zijn, ik weet dat het raar is, maar
en dat vind ik zo'n mooie uitspraak in vers 7, maar als God dan aan hen dezelfde gaven gegeven heeft als aan ons, die in de Heer Jezus geloven, wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn God tegen te houden? Wie ben ik dan? Ja, ik weet dat het niet past in je leer, ik weet dat het niet past in je theologie, ik weet het zelf ook nog niet, ik weet alleen dat ik geroepen ben om deze gemeente te leiden, ik weet dat er een roeping op mijn leven ligt, dat God zegt op deze rots zal ik de gemeente bouwen, maar ik weet soms gewoon niet waar ik mee bezig ben. Maar wanneer God beweegt wil ik het niet tegenhouden. Is het mogelijk om met zo'n hartsgesteldheid de gemeente te leiden? Het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Want er zijn zoveel meningen. En Jezus is er niet meer. Petrus kon niet even naar hem toe gaan van... En hoeveel van ons hebben dat ook? Ja, mijn vader stopt dadelijk en ja, ik wil hem niet om elk wiswasje weer gaan bellen. Ja, ik bedoel, het gaat niet helemaal goed op, want we gaan altijd Jezus bellen, even voor de duidelijkheid. Maar soms in de realiteit is dat gewoon moeilijk van hoe ga ik daarmee om? Want ik ben nu degene die geroepen is om te leiden. Er is een, ik denk dat ik nog wel tijd heb. Wil ik een ander voorbeeld aanhalen van Paulus. Waarin we zien dat de geest beweegt. Terwijl de leer van geen kant klopt. 1 Korinthe 12, bekende hoofdstuk. Vooral wij als, of uit Pinkster of vol evangelisch waar we ook vandaan komen, kennen dit hoofdstuk. Hè. Daar wordt onderwezen over de 9 gaven van de geest. En we zien dus dat de gemeente nog in een startfase zit en alles nog moet ontdekken. En hier is Paulus. Paulus schrijft hier een van zijn brieven aan de gemeente van Korinthe, als men zegt... Dat hij 4 brieven geschreven en 2 daarvan staan in de Bijbel. En wat we weten over, als je de brieven leest, is dat dit is een gemeente. Paulus was een apostel, Paulus was een leraar, maar deze brieven schreef hij echt als een herder. Er gebeurden daar dingen. Iemand sliep met zijn schoonmoeder, al dat soort dingen. En mensen hadden onderling ruzie. Eentje zei, ik ben van Paulus en ik ben van Kefas en ik ben weer van Apollos. En ze hadden ruzie, strijd onderling. En hij heeft 1,5 jaar lang heeft Paulus daar gezeten toen hij die gemeente stichtte. En 1,5 jaar lang. En op een gegeven moment ging hij weg en hoorde van alleen maar problemen. En dan kwamen al zijn studenten, laat ik zo weer terug. En dan moest hij weer een brief schrijven. Want hé, dit gaat te fout en dat gaat te fout. En dan komen we dat hij op een gegeven moment iets gaat uitleggen aan deze gemeente over de geestelijke wereld. Ik lees het stukje eerst voor, 11 versen. En daarna gaan we de eerste 3 gaan we projecteren. Maar het is een bekend gedeelte. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is de vervloekte. Ook kan niemand zeggen Jezus is Here dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de een woord van kennis door diezelfde geest. En aan de ander geloof door dezelfde geest. En aan de ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan de ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Hoeveel kennen dit gedeelte als we gaan leren over Bijbelstudie krijgen over de 9 gaven van de Heilige Geest? De realiteit is dat als we die 3 versen projecteren, is dat je ziet in je Bijbel over het algemeen, als je daar ziet in de Statenvertaling, maar ook zo in de, volgens mij in de NBG, dan lees je, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dat gaven daar schuin staat. Wat dat betekent, het staat er eigenlijk niet. In de grondtekst staat er wat nu de geestelijke betreft. Er staat niet gaven. Wat het inhoudt, Paulus komt daar en er komen heidenen komen tot bekering. En die heiden hebben hun eigen leer en hun theologie, hun eigen
beeld van hoe de geestelijke wereld werkt. Ja, toch? En zij kennen mensen, zij kennen hun goden zoals Zeus, Hera, Athena. En ze hebben allemaal andere. Eén is god van het water, één is god van dit, één is god van dat. En wat hij zegt eigenlijk is van, hé, luister. Wat nu de geestelijke wereld betreft, broeders, wil ik niet dat jullie ontwetend blijven. Want wat er gebeurt, dat zij bewegen in de gaven van de geest, maar met de verkeerde leer. Want je leest hier, u weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. En dan staat er, daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is vervloekt en ook niemand kan zeggen Jezus is Heer. Ik weet niet, misschien hebben sommigen wel eens in de bevrijdingsbediening gezeten, maar ik ken wel eens dat was redelijk gebruikelijk, dat wanneer je ging bidden voor iemand voor bevrijding, dan ging je deze vers aanhalen. En als die persoon dan kon zeggen, Jezus is Heer, dan was die vrij. Dat is natuurlijk onzin. Iedereen kan dat zeggen. Of je nou gelooft of niet, maar iedereen kan dat zeggen. Maar op grond van dit vers werd zo vaak een bevrijdingssessie geëindigd, om te kijken, is die persoon echt vrij? Maar ja, de duivel is de vader van leugenaar, dus hij zegt wat je wil horen en dan ga maar door. Wat er eigenlijk bedoeld is dit, is dat het kan niet zo zijn dat eentje zegt, Jezus is vervloekt en Jezus is Heer, want wat is hetgene wat telkens terugkomt in hetgene wat we gelezen hebben? Het is dezelfde God. Het is dezelfde Heer. Het is dezelfde geest. Wat hij eigenlijk laat zien, jullie zijn gewend als heidenen, toen jullie weggetrokken worden, dat al die goden, al die gaven waar jullie in wandelden, dat die allemaal met elkaar aan het strijden waren. Dat is wat jullie gewend zijn. En terwijl jullie, maar nu zijn jullie gekomen in het koninkrijk van God. En in het koninkrijk werkt het anders. In het koninkrijk werkt het niet zo dat degene die gave van genezing heeft, dat die groter is dan de gave van geloof. Of dat die belangrijker is en dat ze ruzie hebben. Maar zij wandelden dus in de gave van de geest met een totaal verkeerde leer. Hoort u wel wat ik zeg? Dus God stort zijn geest uit op een groep mensen waar hun leer totaal verkeerd is. En hij zegt, maar toch laat ik het gaan. Beweeg. Wat mij dat leert is niet zozeer dat we niet moeten verlangen naar bijbelstudie, naar juiste leer. Want ik ben een bijbelnerd. Ik hou ervan om het woord te spitten en te begrijpen en daarin. Maar ik weet alleen dat perfecte theologie is niet nodig voor God om te bewegen. Perfecte leer is niet nodig voor God om te bewegen. Dat is wat dit gedeelte mij leert. En toen ik dit voor het eerst zag, dacht ik, wauw. Want ik ben normaal gesproken, doen we het zo. Nou, weet je wat, we gaan deze zondag gaan we het hebben over de vervulling met de geest, dan de doop in de kracht, en dan die week daarop gaan we bidden, zodat men gaat bewegen in de gaven. Is niet fout of goed, weet je, maar zoals ik zei, ik heb liever zoals bij Petrus hier, val gewoon. Doe wie wil. Kleur buiten mijn lijnen om. En al klopt mijn leer niet, weet je wat God nodig heeft, is mensen die de bovenkamer ingaan, en dat is wat Petrus deed. Daar veranderde hij, ging de bovenkamer in en wachtte, en de geest werd uitgestort en er was geen blueprint. Er was geen visie waarin stap voor stap werd uitgelegd. Maar wat er wel was, was dat de geest van God kreeg de ruimte om te bewegen. En ik weet niet waar jullie als gemeente in zitten. Ik weet dat er net als bij ons een transitiemoment is geweest. En in transitie gebeuren er lelijke dingen. En er kan twijfel binnengaan. Ik merk eigenlijk, het was eigenlijk niet meer zo powerful als 10 jaar geleden. Het is niet meer zo, hebben we het goed gedaan? Of je het nou goed of fout hebt gedaan, hoe is je hart? Heer, ik heb er verlangen gewoon dat bij woord en daad dat u heerst, dat u regeert en dat u gaat bewegen. Dat is mijn verlangen. Is dat uw verlangen? Want de Heilige Geest heeft geen moeite met foute leer. Tuurlijk, hij wil wel dat het verbetert, maar hij beweegt toch. Want hij kijkt naar de harten van mensen. Hij zegt, ben jij bereid? Ben jij gewillig? Maar dat is moeilijk. Als mijn vader er niet meer is om me te ondersteunen. Maar gelukkig is Gods Heilige Geest daar. Als de leiders weg zijn, hè, Romano, en je gaat schrijven over een plan. En weet je wat ik op mijn hart had heel de week? Was jou.
En heel de week had ik op mijn hart die, eigenlijk het vers die, waarin zegt, ik noem jou geen Simon meer, maar ik noem jou Kefas. En ik geloof dat God dat tegen jou zegt. Dat je bent een rots. Ik geloof dat God dat tegen jou zegt. En dat je weet, dat luister, het hoeft niet perfect te zijn. En misschien zijn er lelijke dingen over gezegd. En misschien brengt dat zelfs twijfel. Ben ik wel de juiste persoon? Heb ik misschien... God zegt, hey, ik kijk naar je hart en ik zie, ik heb je net zien spelen. Je hebt een verlangen dat God hier beweegt. En God zegt, als je daar achteraan gaat, als je dat blijft doen, ga ik bewegen. Vertrouw daarop. Hij noemt jou een rots. Dus mijn boodschap is heel simpel. God kan bewegen wanneer hij maar wilt. En wat houdt ons soms tegen? Ik ben eigenlijk niet eens met wat Boudou Younous zegt over dat en dat soort dingen. Dus ja, daarom beweegt God niet. Ik zeg niet dat we niet moeten verbeteren in onze leer. Ik zeg gewoon heel simpel dat God is niet afhankelijk van ons. Over hoe perfect onze leer is. God is niet afhankelijk van het feit dat ik deze preek wel goed of slecht eindig. Of ik wel een goede eindsprint heb waardoor het bam neerkomt. Daar is hij niet van afhankelijk. Hij wil liever dat ik mijn mond hou en zeg laat mij bewegen. Laat mij bewegen. En ik verlang daarnaar. In onze thuisgemeente, ja, we gaan een visie schrijven, zeker weten. We hebben een plan en we gaan iedereen in zijn kracht zetten, maar tegelijkertijd zeg ik, Heer, als het maar u niet in de weg staat. Ik wil dat u beweegt. En daarmee wil ik jullie bemoedigen. En dan zeg je, dit woord alleen maar voor de leiders. Nee, zeker weten niet. Want ik geloof dat het in je persoonlijk leven net zo is. Is dat hoe vaak willen we onze eigen boontjes doppen. Op onze eigen manier doen. Maar ik geloof wanneer we God toelaten. En wanneer we God blijven zoeken, mogen we net als een Cornelius. Cornelius zijn die, waarvan God zegt, hey, luister, ik heb je genadegaven gezien. Ik heb gezien dat je goed bent voor je naaste. En klopt, je kende Jezus misschien nog niet. Je zat misschien nog niet in de juiste leer. Maakt mij niet uit. Ik zend een engel en ik geef een visioen aan een man Gods en ik zorg dat jullie bij elkaar komen. Wauw. Wauw. Soms is dat... Weet je, en vooral als je... Ik ben echt een Bijbelnerd. Als een Bijbelnerd, dan zijn dit eigenlijk geen leuke preken, want je wil eigenlijk alles kunnen uitleggen. En je wil tot de punt toe wil je gaan verklaren waarom iets wel of niet is, waarom je rechtsom moet en niet linksom. En de Heilige Geest zegt, is hard goed. Ik verlang ernaar om te bewegen. Geef mij de ruimte. Amen. Amen. Laten we ons hoofden buigen. Muziek opzetten. En dan wil ik een gebed uitspreken. Hemelse Vader, ik dank u, Vader, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Ik dank u voor uw woord. Vader, soms herkennen wij onszelf in een Petrus. Vol met passie, vol met ja, Heer, volg u. Maar tegelijkertijd heel onzeker of waar u ons naar geleid. En we willen zijn als een Petrus, vervuld met de Heilige Geest. En zeggen, Heer, waar u gaat, daar ga ik. Waar u, God, Heilige Geest, me leidt, breng mij daar. Soms zijn we als een Cornelius. Zoekende uw aangezicht, goeddoende. Niet wetende of we op de juiste manier bezig zijn, maar een verlangen hebben. Heer, ik heb een aanraking van u nodig. Dan wil ik zeggen, God is hier vandaag om jou een aanraking te geven. Om jou te ontmoeten. In jouw verlangen, in jouw nood. En misschien bent u degene die zegt zoals Korinthe ons leert. 1 Korinthe 14 vers 1 zegt, streef naar de genadegave. En vooral naar het profeteren. Ik zeg, strek je uit. Niets houdt de geest tegen om te bewegen. Hij verlangt veel meer dan wat wij denken om te bewegen.
Als we naar Petrus kijken, terwijl hij aan het prediken was, viel de geest. Heer, doe uw werk op dit moment in deze ruimte. Doe uw werk op dit moment in deze ruimte, Vader. Doe uw werk in deze ruimte, God Heilige Geest. Beweeg de rijen langs. In de naam van Jezus. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw. Een uitnodiging doen als je verlangen hebt om een nieuwe aanraking van God te ervaren. Nodig kijkt om naar voren te komen, dan leg ik je de hand op.
ik u uitnodigen om op te gaan staan. Ontvang de zegen. Wees gezegend, wees een getuige van de grote daden van God. Hij zal je daarin leiden en begeleiden. Ontvang zijn zegen. Ga hem deze week tegemoet. Laat de geest van God jouw leven leiden. Dat je scherp mag zijn. Dat je vol mag zijn van de zegeningen en de kracht van de geest van God. En het is heel goed om juist zijn zegen te ontvangen. Want zijn zegen, die maakt rijk. Wees gezegend. We zingen nog één lied. En vraag ik u liefde gaven. Dat zijn we vergeten. Sorry, excuses. Halleluja. Prijs God. Blijft u staan. Blijft u staan. En ik denk dat het alleen maar goed is. Misschien denkt u van, nou, was ik maar naar voren gekomen. Ik geef u de ruimte en de gelegenheid om nader, om eigenlijk naar voren te komen. Wij kunnen niks klaar. We kunnen niks veranderen. Maar Gods geest wil werken in uw leven. Hij wil je leven een radicale omkeer teweeg brengen. En ik geloof dat het nu tijd is voor ons dat we moeten kappen. Kappen met spelletjes spelen. Spelen met de samenkomst, gaan we ergens anders spelen. Speeltijd is voorbij. Ik denk dat het juist niet toewijding nodig is. We kunnen verandering niet invoeren als de Heilige Geest niet aanwezig is. We kunnen dat wel doen, maar het is eigen kracht. Ik wil alleen maar dat de salving, de werking van Gods Geest zichtbaar zal zijn in ons midden. Dat we onszelf mogen wegcijferen, uitschakelen. Zoals in de preek zo duidelijk naar voren komt. Laat de Heilige Geest bewegen in ons leven, maar ook in ons midden. Kom, uw gave wordt opgehaald. U mag gaan zitten. Allerhoogste Heer, waardig onze Heer, kom zing met mij, maak groot onze God. Allerhoogste Heer, Allerhoogste Heer, waardig onze Heer, kom zing met mij, maak groot onze God. Maak groot onze God, zing met mij, maak groot onze God, zing want Hij is groot, zo groot, onze God. Maak groot onze God, maak groot onze God, zing met mij, maak groot onze God, zing want Hij is groot, zo groot. Onze God, Allerhoogste Heer, waardig onze Heer, kom zing met mij, maak groot onze God, Allerhoogste Heer, kom zing met mij, maak groot onze God. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Gezegende week allemaal.